Zeebaarsen kun je natuurlijk op verschillende manieren bevissen. Je kunt met kunstaas, alleen dat werkt hier op zo'n strand over het algemeen niet zo best. Je kunt natuurlijk zoals wij gewoon klassiek vissen. Met een zeewerphengel, een karpenhengel, in dit geval ook een vierde hengel. Met gewoon een paternoster. 1, 2, 3 haken. Werplood onderaan. En eigenlijk statisch zeevissen, dat kan. Het beste aas voor zeebaars, wanneer je zo vanaf het strand vist, zijn toch wel zagers. Je kunt kweekzagers, het allermooiste zijn natuurlijk de steekzagers, de natuurlijke zagers. Mesheften kan heel goed gaan. Ja, en soms vang je op zeepieren ook wel, maar terwijl zeepieren voor de meeste zeevissen nummer 1 is, vind ik er voor zeebaars nummer 3, 4, 5 zagers. Over het algemeen komt de zeebaars in een mooi voorjaar al in april onder de kust. Want dan vang je ze meestal hier nog niet vanaf de stranden. Wel in de nieuwe waterweg en in de havens, diepe havens, maar door de bank zo. Ja, augustus, september, eerste helft van oktober. Ideaal voor zeebaars, zoals hier op de Tweede Maasvlakte. Maar je moet wel wind hebben. Wind uit zee, dus of zuidwest, west, dat mag ook. Hij zit nu in noordwest, daar ben ik al niet helemaal happy mee. Maar west of zuidwest, ideaal. En dan zeker een windje 4, 5. En het liefst als er al een paar dagen lekker veel wind op die kant staat, dan zijn die baarzen los. En het leuke is van dit soort stekken, en niet alleen hier, hè, ook bij de zandmotor op Schavenzand en zo, te heiden, dat die zeebaars vaak heel dicht bij de kant aast. En dat heel veel mensen juist overheen staan te werpen, niks vangen. En dan komt er iemand met zo'n, zullen we oneerbiedig zeggen, een gebakje hengel, werpt vlakbij en vangt zijn zeebaarzen. En zo heb ik het hier ook leren kennen. Want ik stond in het begin ook ver te werpen, want je denkt altijd, wat van ver komt is lekker. Totdat mensen heel dichtbij, 30, 40, hooguit 50 meter uit de kant, zeebaarzen vingen. En niet van die kleintjes, ook zulke. Dus dan ga je gewoon automatisch dichtbij werpen. En dat levert toch vaak vis op. Het beste getijde voor zeebaars vanaf de stranden is bijna altijd hoogwater. Lekker die branding die goed aankomt zetten. Hoogwater, in ieder geval opkomend water tot een uurtje na het hoge. Dat is toch over het algemeen, zeker hier op de Maasvlakte, het moment om zeebaars te vangen. Laag water, minder. Kan gebeuren met een harde zuidwestenwind, maar de vloed is zonder meer het beste tijd om hier te vissen.